Ja, als je kijkt waar Almere City mee bezig is, denk ik dat je alleen maar deel daarvan van uit wil maken. En meer in die hoedanigheid heb ik gekozen voor het 2-jarige contract. Wat wil je hier gaan bereiken? Wat zijn je concrete doelen? Ja, ik hoop dat we binnen 2 jaar kunnen stellen dat we in de Eredivisie zitten. Dus ja, dat is het doel van de club en daaraan wil ik meewerken. Ja, jij bent een ervaringsdeskundige, hè, qua promotie naar de Eredivisie. Ja, dat zeggen ze meestal als je kampioen bent geworden en naar de Eredivisie bent gegaan. Dus ja, dat kan je wel stellen. Ja. Ja, vorig jaar nog speler van VVV. Ik had begrepen dat er diverse Eredivisieclubs ook hengelden naar jouw diensten. Je komt misschien wel naar het buitenland. En dan toch tekenen in Almere, dat is opvallend. Ja, klopt. Het ging heel apart. Tim vroeg, Tim, ja, ik heb Tim gevraagd of ik mee kon trainen bij Almere City. Tim Reserveur? Ja, Tim Reserveur. En toen trainde ik hier mee en dan gaat het toch wel kriebelen, moet ik eerlijk zeggen. En het wachten en het niet concreet worden van bepaalde clubs. En ook clubs waarbij je zelf denkt van, moet ik dit wel doen? Moet ik wel op deze boot stappen? Heeft me voor doen kiezen om voor Almere te kiezen. Wat voor clubs waren dat? In welke landen? Ja, dat waslijstje wil ik niet hier voor je opdragen, maar daar moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. De absolute doorslag in je keuze, wat heeft die gegeven? Ja, wat ik zeg, als ik zie hoe ik hier elke dag de training beleef, de technische staf, hoe ze te werk gaan, de manier hoe je behandeld wordt op de club, dat spreekt goede moed uit. En dat heeft denk ik wel de doorslag gegeven om hier te tekenen. En de aanwezigheid van Michele Santoni, de trainer, de nieuwe trainer, is die ook van invloed geweest? Wat voor indruk maakt hij op jou? Ja, een zeer goede indruk. Als je kijkt hoe hij de sport beleeft en hoe hij de trainingen, als je de trainingen bekijkt, hoe hij die geeft en hoe die met spelers is in de omgang, ja, dan denk ik dat we hier te maken hebben met een van de toptrainers. Dus dat is wel mooi als je met zo iemand kan samenwerken. Aanvankelijk dachten ze dat jij hoge salariseisen zou hebben en dat je een onhaalbare kaart zou zijn. En ook te meer omdat er ook eredivisieclubs misschien wel naar jou hengelden. En toch ben je gekomen. De club had eigenlijk niet verwacht dat het zou kunnen überhaupt. Ja, dat is wel mooi dat jullie dat zeggen. Ik ben zelf niet zo moeilijk qua salaris. Ik wil gewoon lekker voetballen. En als het hier bij Almere kan en ik kan me laten zien, komt het geld later wel. Hoe ver ben je? Ben je helemaal speelklaar al of ben je nog niet 100%? Nee, op dit moment nog niet 100%. Daar werken we naartoe. Dus we kijken dag na dag kijken hoe ik ervoor sta. En op basis daarvan vullen we de week in. Ja, dus je gaat nog niet mee naar Volendam binnen de wedstrijdselectie? Ik ga wel mee naar Volendam als het goed is. Dus kijken of de trainer me nodig heeft. Misschien wel een debuut morgenavond aan de dijk. Misschien wel, dan moet je even aan de trainer vragen. Maar wat ik al zeg, we kijken het. Vandaag gaan we weer evalueren hoe het ging. En met de hartslagmeters kijken hoe ik ervoor sta. En dan kijken we morgen of het wel verstandig is om een paar minuten te maken.